Nou, ze fietsen weg. Even een kort praatje, waarom ik kies uit te vloggen. Nou goed, ik ga even opnieuw beginnen. Er zat een vervelend iemand bij mij, een beetje te trollen, terwijl ik met serieuze dingen bezig ben. Ik heb geen tijd voor die strontfidaire. Ik stond bij het graf van het meisje van Teteringen, ook namens iedereen die haar antwoorden gunt en die haar gewoon haar zaak opgelost wil hebben, maar ook namens haar zus. Daarom was ik ook lijf, zodat de zus vanuit Frankrijk kon meekijken. En wat krijg je in je lijf, getrol. En vervolgens doet deze persoon, of dat hij de onschuld zelf is. Nou, deze persoon is niet onschuldig. Deze persoon, die loopt echt gewoon al 2 jaar te trollen. En te beweren dat ik fidère ben. Nou, ik ben fidère niet. Ik heb geen tijd voor fidère praktijken. Ik heb wel wat anders te doen. Dat is even een korte mededeling. Goed, het meisje van Teteringen. Niet iedereen kent deze zaak. Het is ook best een oude moordzaak. Ik mag er niet te veel over zeggen. Wat ik jullie wel kan vertellen is dat de politie deze zaak wel heeft opgepakt met enige prioriteit. Mede ook omdat de zus echt 100% zeker is dat het haar zusje is. Inderdaad, ik heb ook foto's gezien. Ik heb de verhalen naast elkaar gelegen. En als je dan gaat zitten puzzelen, dan weet je eigenlijk over 99,9% dat het geen raadsel meer is. Alleen ja, het moet nu wel door middel van DNA-onderzoek onderzocht worden. Vraag me niet het fijne ervan, maar dat gaat in ieder geval over DNA. En dan kunnen ze dus ook echt met eigenlijk 100% zekerheid vaststellen van ja, mevrouw, het is uw zus of het is uw zusje. Niet. Dus dat is een vervolgstap. Dus het loopt. Er wordt wel wat mee gedaan. Alleen het is natuurlijk ook wel. Je praat over een situatie over landsgrenzen heen. De zus die zit in Frankrijk. Wij zitten in Nederland. Het is niet dat je even vlug naar elkaar toe rijdt. Of even vlug. Zoals mensen wel eens heel makkelijk denken. Nee, zo is het niet. Dus ja, ik was bij het meisje van Teteringen bloemen brengen, kaarsjes branden, mede ook voor haar zus en voor haar familie die in Frankrijk en in Marokko verblijven. En dan ben je lijf en dan komt er getrol. Nou, dit soort mensen moeten zich echt diep schamen en vooral laat mij met rust. Ik ben fidère niet. En ik snap ook werkelijk niet waarom je die vingers naar mij blijft wijzen. Want elke klaploper die weet dat ik een eigen winkel heb. Die weet dat ik bezig ben met opsporing van mensen. En die weet dat ik helemaal geen tijd heb voor onzin, bullshit en rotzooi. Dus verdiep je eerst in mijn leven. Voordat je überhaupt rotzooi over mij gaat lopen vertellen. Ga zelf eens een winkel draaiende houden. Nou, je zal zien dat je er gewoon 50 of 60 uur per week mee bezig bent. En dat als je vrij bent, dat je helemaal geen zin hebt in die onzin. Dus maar goed, dat terzijde. Niet iedereen kan blijkbaar goed zelfstandig nadenken. Dus bij deze, dan kauw ik het maar eventjes voor. Ik kan jullie wel vertellen, de personen die mij destijds vals beschuldigd hebben dat ik fidère zou zijn. Hun, specifiek één daarvan, die hoort wel bij fidère. En een tweede persoon daarvan, dat is een nichtje van Hans de Vrije. Dus misschien moesten jullie daar eens valse beschuldigingen. Althans niet vals beschuldigen, maar die moeten jullie eens gaan beschuldigen. Want hoe is het mogelijk dat het nichtje van Hans de Vrije gewoon vrolijk rond de gele hesjes ronddartelt. En dat zij geen vragen krijgt. Dan wordt er toch een vies spelletje gespeeld. Nou goed, dat terzijde. Dat was fidère. En fidère interesseert me niet zo. Meisje van Teteringen, zodra er een update is, zal ik het echt wel vermelden. Maar we houden het voor nu echt nog ook een beetje stil. Omdat er moet een DNA profiel gemaakt worden. Nou goed, ik weet ook niet precies hoe het allemaal zit. Maar het zit in ieder geval met een DNA profiel. En dan DNA met DNA vergelijken. En dan, dan kunnen ze dus antwoord geven. En dat duurt dus wel enkele dagen, daar zit wel een tijdsbestek overheen. Het volgende. Ik ben
mijn eigen toch is ook een beetje aan het verdiepen in Rebecca Groenendijk. Rebecca Groenendijk is een van de vermiste vrouwen in Nederland. Een van de vele vermiste personen in Nederland. Een feit is dat veel vermiste personen in Nederland niet echt vermist zijnde, maar min of meer elders een heel ander leven zijnde begonnen. Een vermist persoon is niet per definitie dood dan wel vermoord. In tegenstelling, helemaal niet. Meestal. Meestal zijn ze vrijwillig een ander leven gaan leiden als waar ze vandaan komen. Desondanks is het wel heel spijtig voor de nabestaanden die niet weten waar hun dochter is, die niet weten waar hun familielid is en die wel echt levenslang vragen hebben. Gaat het goed met Rebecca? Heeft ze genoeg te eten? Het zijn hele standaard basisvragen, maar ik kan me goed voorstellen als moeder zijnde, als familielid zijnde, dat dat toch altijd door je hoofd heen blijft spoken en dat je er nooit volledig antwoord op zou krijgen. Inmiddels hebben we 3 lijntjes lopen. Ik mag niet te veel zeggen. Ik moet morgen eerst, althans moet, ik moet niks. Maar er moet eerst eens even het een en het ander goed extra gecheckt worden. Inmiddels zijn er 3 lijntjes die mij leiden naar Bussum. En er zijn er mensen, 3 onafhankelijke mensen van elkaar. Waarvan de 2 wel in de paardensportwereld zitten. En wat blijkt dus, Rebecca die heeft dus ook ooit in het verleden op een manege gezeten. En blijkt dus ook met paarden gek te zijn. Dus dat kan geen toeval zijn. Ik ga niet inhoudelijk in over hetgeen wat de mensen mij gezegd hebben over deze zaak. Maar ik wil wel iedereen vragen, lieve mensen. Als je iemand kent die op de lijst van politie staat bij de vermiste personen en je kent die persoon, je hoeft die persoon niet gelijk aan te geven bij de politie. Maar gaat wel met die persoon in gesprek van wees je ervan bewust dat de mensen zich zorgen om jou maken. Wees je ervan bewust dat er de mensen op aarde zijn die geen absolute rust kunnen vinden omdat ze niet weten of dat het wel of niet goed met je gaat. Op het moment dat jij met iemand in contact bent die op de lijst van vermiste personen staat. En dan kan je zo op die politie site, daar heb je, ja, ik moet het even terugzoeken. Maar dan heb je dus een kopje met vermiste personen. En dan kan je dus zo die, ja, dan kan je overal langs scrollen. Ik kan het niet goed uitleggen, maar in principe is het niet moeilijk te vinden. Op het moment dat jij dus iemand kent, waarvan je weet dat diegene op de vermissinglijst staat van de politie, wil ik je echt met nadruk vragen. Gaat eens met deze persoon in gesprek. En je hoeft deze persoon niet gelijk te flinken. Je kan ook eerst met ze in gesprek gaan. En je kan ook gewoon zeggen van joh, alles leuk en best. Maar ik vind dat jij een teken van leven moet geven naar je familie toe. Want je staat wel op een vermissingslijst. En je bent niet verplicht om met je familie contact te onderhouden. Als jij met al jouw familieleden geen contact meer wil hebben, is dat goed. Dat is jouw recht als vrije mens. Maar gaat je eigen dan nu wel langzamerhand melden van joh, het gaat goed. Ik heb een heel ander leven. Ik ben niet vermist. En haal mij ondertussen maar van die vermissingslijst af. Want er zijn er altijd mensen die onbewust meer weten. Als dan ze loslaten en weten dat er familieleden zijn die heel veel verdriet hebben. Heel veel. Ik had al een spoor. Als het om Tanja Groen gaat, ik had al een spoor. En weet je of dat het wel of niet kloppend is? Dit zijn de serieuze zaken. En als dit soort dingen jou ten oren komen, heb je de verplichting dit te melden. Dat heeft niks met NSB te maken. En NSB is iemand, willens en wetens, willen verlinken om die persoon een hak te zetten. Op het moment dat je praat over mensen die vermist zijn, over mensen die vermoord zijn en je houdt informatie achter, dan ben je een rioolrat. Dan pas ben je fout bezig. Dus iedereen die dit nu ziet,
Weet je meer over een moordzaak? Weet je meer over een vermissing? Dan wordt het tijd om het te melden bij het politiebureau, want we zijn de nabestaanden. Het maakt je geen NSB'er. Het begrip NSB'er, dat kan je heel anders zien, uitleggen en verwoorden. Het maakt je geen slecht mens. Sterker nog, het reinigt je ziel. Dus als je iets weet over een moordzaak, ga dan alsjeblieft praten. Want ik kan jullie wel vertellen, ik heb zelf een moordzaak in mijn familie. Mijn tante Bertha. De dader loopt nog vrij buiten. Je staat ermee op en je gaat ermee naar je nest. Dat is een verdriet die is niet uit te leggen. Dat is een verdriet die ik alleen kan delen met mensen die hetzelfde in hun leven hebben meegemaakt. Dus, weet je meer? Hey, weet je meer van de kant? Dus, weet je meer over Rebecca Groen? Blijf staan alsjeblieft. Weet je meer over Rebecca Groenendijk? Neem dan contact op met de politie.nl. Dan kan je een melding maken. Of je meldt je eigen op politiebureau zelf. Maar ga praten. Want je wil niet weten hoe de familie hier aan onderdoor gaat. Voor nu heb ik 3 concrete lijnen naar Bussum. Ik ga mij morgen netjes melden. En als jullie informatie hebben, dan wordt het echt tijd om open kaarten te spelen. Fijne avond.